Goedemorgen allemaal. De Jeugddienstcommissie heet u en jou van harte welkom in deze online jeugddienst. Vandaag zal ons eigen dominee Van den Doel ons meer gaan vertellen over het onderwerp Valentijnsdag in de Bijbel. De bloemen van deze week gaan naar Piet Schrijvers toe. Hij is bezoekbroeder geworden. We wensen hem veel succes en zegen toe in zijn werk. De Jeugddienstcommissie wenst u en jou een mooie en gezegende dienst toe. Misschien heb je afgelopen week wel geschaast en heb je je voorbereid door je kleren aan te trekken, jas, sjaal, alles. En zo bereiden we ons ook voor op de livestream, op deze kerkdienst met name. Misschien heb je deze dienst al aangezet, zelf of je vader. En heb je wat lekkers erbij gepakt. Maar de voorbereiding is met name ook dat we ons richten op God. Dat we ontvankelijk zullen zijn op Hem. En dat zoeken we en dat horen we in de stilte. En als God tot ons spreekt door de votum en de groet, dat Hij ons welkom heet als het ware. Maar ook als we bidden om Gods Heilige Geest. Laten we daarom stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en die trouw blijft van altijd, nu tot eeuwig. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we God zoeken in gebed. We mogen Hem aanspreken als onze Vader en de God die we lief hebben. Laten we zo tot Hem naderen op deze Valentijnsdag. Dat we eigenlijk ook mogen ontdekken dat God onze allereerste liefde is. Laten we ook zo tot Hem naderen. In alle liefde, in alle intimiteit. Je mag ook dan kwetsbaar zijn. Want dat is de werkplek van God. Laten we zo tot ons hart tot Hem richten. Liefste Heer Jezus, almachtig God Vader, we mogen staan in uw tegenwoordigheid. We mogen de lichtstralen van u opvangen. We mogen horen de woorden van u, de liefde die u voor ons hebt. We mogen het horen in Hooglied als een soort liefdesbrief voor ons. Dat u ons bemint, dat u ons lief heeft en dat u niets liever wil dat wij u beminnen en u lief hebben en in uw licht en uw liefde willen staan. God, wij danken u dat u zo naar ons kijkt en dat u het verlangt om bij ons te zijn. Dat u ons verlangt dat we dicht bij uw vaderhart mogen leven, bij u Jezus mogen zijn. U bent een minnaar en u hebt voor ons gestreden. En u heeft alles eraan overgegeven om ons maar te winnen. En God, u heeft mij gewonnen, u heeft ons gewonnen. En dat mogen we ook best zeggen vandaag. Dat u ons gewonnen hebt. Dat u alles gaf. En dat u zelfs ons hart en ons leven wil bewerken. En dat het van u is. En u bent Jezus. En als we ons hart aan u geven, ook deze dienst, dan gaat u het goede mee zoeken. En daar vragen we u om. Deze dienst, dat u het goede voor ons zoekt. Dat u ons confronteert, dat u ons meeneemt. Dat we kwetsbaar zullen zijn. Wat de eigenschap is van liefde. Help ons zo, om in die kwetsbaarheid uw woord, uw geest, uw leven door te laten dringen. Dank u wel God voor deze samenkomst. Dat we zoals Jeugddienstcommissie dit mochten voorbereiden. Dat u ook alles wat gedaan is, tot zegen laten zijn. Dat het mensen en harten mag raken. Ons hart. Zodat u alleen centraal mag staan. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Waar ik ga, u volgt mij.
alles open voor uw ogen. Wat mij ten diepste houdt bewogen. Het ligt alles open. Het ligt alles open. Het ligt alles open voor uw ogen. Thank you.
hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat het toch opstaan en in de stad rondtrekken. Door de straten en over de pleinen. Hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet.
De wachters, die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien, die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los. Tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Liefde en de Bijbel is geen tegenstelling, maar een ultieme goede combinatie. Want eigenlijk gaat heel de Bijbel over één ding en dat is liefde. De liefde van God voor de mensheid. Samengevat in die mooie woorden van Johannes. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God had de wereld lief en hij heeft de wereld gemaakt. Hij heeft de wereld gewild, de aarde. En dat blijkt al vanaf de eerste bladzijde, vanaf Genesis 1. Als God geniet en als God alleen maar wil dat het mooi is op aarde. En hij dat een prachtige omgeving creëert. Waar dieren en mens op zouden bloeien. Ja, de Bijbel is doordrongen van liefde. En ook van mensen die maar naar één ding zoeken en één ding verlangen, dat is geliefd zijn. En daarom is het goed om elke keer te bedenken, joh, wat heb ik lief? Wie heb ik lief? En is dat in lijn met goede liefde? En goede liefde, dat is aan de liefde die de ander mooi maakt, vervult. Ja, eigenlijk doet God dat
op een unieke en mooie manier. Hij kan ons helemaal vullen, vervullen. En zo is dat ook dat eerste boek van Genesis, Hooglied, vaak gelezen. Hè? Als een boek dat eigenlijk een liefdesgedicht, een liefdesbrief is van God voor Israël. Maar ook voor de gemeente, voor de kerk. Maar ook voor elk individu, elk mens. Als een soort liefdesbrief van God die hunkert, die verlangt om bij jou thuis te mogen komen, in jouw hart te mogen komen. Dat is God. Hij heeft lief, hij heeft jou lief, hij heeft ons op het oog. En hij wil dat jij ook jouw hart aan hem geeft. God heeft dat al lang gedaan. Eigenlijk elke bladzijde in de Bijbel die is daarvan doordrongen. Van een God die lief heeft en die daar alles voor wil geven. Ja, alles. Alles. En dat is liefde. Dat is liefde. Liefde die alles geeft. We kunnen, en ik heb heel vaak het idee van als hij iets geeft, of zij iets geeft, als mijn vrouw dat geeft, dan geef ik dat terug. Dat is een soort win-win situatie. Het is geven en nemen, zeggen we dan. Maar als ik de Bijbel zie, als ik de Bijbel lees, dan zie ik liefde die het neemt, ja ook, maar die allereerst leert om onvoorwaardelijk te geven. Onvoorwaardelijk. Liefde die niet een of andere terugverdienmarathon is, maar liefde die geduldig is, die vriendelijk is, die kwetsbaar is en die geeft. Dat is de liefde die we in Jezus zien, die we in God zien, als hij met zijn mens de wereld ingaat. En God blijft maar liefde zenden, liefde geven. En als het op Valentijnsdag gaat over liefde, dan mag je dat als eerste beseffen. Die eerste liefde, de eerste liefde vanaf het begin van de wereld, van die scheppingsdag tot vandaag, zijn die stralende lichtstralen van God. Die stralende zon op ons gezicht, de liefde van God voor ieder mens. Hij laat zijn licht schijnen voor iedereen. Hij laat die prachtige sneeuw aan iedereen zien. Dat prachtige ijs. En hij geeft en hij geeft en hij geeft. Dat is als eerste waar we aan mogen denken als het om liefde gaat. Maar liefde is ook krachtig en kwetsbaar. Het kan iets heel moois zijn elke dag. Als we mensen om ons heen hebben die lief hebben, maar het kan ook zo kwetsbaar zijn, zo pijnlijk zijn, liefde. Daar wil ik over nadenken met jullie. Want daar begint ook Hooglied 3 vers 1 over. Hè? Waar is mijn lief? Ik vind hem niet. Het bibberende kou. Alleen gelaten. Liefde is zo mooi, maar ook zo kwetsbaar. Het kan ook zo'n groot gemis zijn. Als je iemand mist. Een partner. Of iemand waar je zo lang om van hebt gehouden, zomaar uit leven is gerukt. Of na een lang proces. Liefde is zo geweldig mooi, maar ook zo kwetsbaar. Het is net als ijs. Ja, zo krachtig, zo sterk en je kunt erop schaatsen en je kunt ervan genieten. Maar het kan ook heel kwetsbaar zijn. Kwetsbaar. Soms is het zoeken. Soms is het moeilijk om een goede weg te vinden. Maar liefde is ook dan om dat gewoon maar te uiten, te zeggen. Als je iets mist, als je je geliefde mist, of als je een partner mist, of als je eigenlijk gewoon die tijd mist waarin het goed ging in je huwelijk,
of in je relatie. Dat bespreekbaar maken en niet opeens de deur dichtgooien. Het is juist goed om die zwakke plekken in het ijs, of die plekken die lang open zijn gebleven, waar lang vogels hebben gelopen, en dat het dan een kwetsbaar stukje is, zeg maar, om dat gewoon te benoemen, te zeggen. Dan kun je erger voorkomen. Of kun je de diepte opzoeken. En kun je er een mooie tocht van maken, een mooie ijstocht van maken. Kun je er langsheen schaatsen, als het ware. Die kwetsbaarheid, we gaan het vaak uit de weg, maar we moeten het juist leren opzoeken. Net als Hooglied 3. Gewoon benoemen. Waar is mijn lief? Waar is hij? Of waar is die liefde? Die eerste liefde naar de verbinding naar ons heen. En misschien ben je het al lang gewend geraakt, die coronatijd. En mis je niet eens je vrienden meer. En zeg dat maar eens gewoon. Naar God toe van... Hoe kan ik dan weer contact zoeken? En me niet zelf isoleren. Maar hoe kan ik weer geven om de ander? Bij die ander zijn, liefhebben en leren kwetsbaar te zijn. We sluiten ons zo vaak af voor anderen. Door te doen alsof we de ander niet missen. Of te doen alsof we alles prima vinden. Of het ons niks interesseert. Maar laten we op Valentijnsdag de liefde vieren. Door ook kwetsbaar te zijn. Door je verlangens te benoemen. Door ook misschien je gemis onder ogen te komen. En dat was Adam. Hij was niet compleet. Zelfs met die majesteit van God, die heerlijkheid van God, voor de zondeval, miste hij iemand naast hem. Dat kunnen vrienden zijn, vriendinnen, een vrouw, een man, een partner voor het leven. Maar wij zijn als mensen aan elkaar gegeven. Ook als gemeente, om elkaar te omgeven. En Adam geeft het toe. Hooglied geeft het toe. En laten wij volgen, toegeven, verlangens. Maar de liefde is ook krachtig. En dat schittert en dat straalt er van Hooglied af. Dat prachtige boek. Het is ook een heel romantisch boek, een heel erotisch boek. En dat is ook, was ook de reden dat de mensen in het Jodendom tegen elkaar zeiden, voor je 30ste is het niet de bedoeling om dit boek te lezen. En het vraagt ook om een goede omgang. Een goede omgang met liefde. Want de liefde is zo krachtig, maar ook zo kwetsbaar. Want ook daarin kunnen we soms de mist ingaan. Door als we te snel de grens opzoeken. Misschien zijn mannen daar gevoeliger voor dan vrouwen. Maar ook dan, als we een stukje verder lezen in Hooglied 3, staat er: wek de liefde niet op. Voordat het kan. Eigenlijk dwing de liefde niet af, zegt Hooglied. Wees er natuurlijk niet te snel mee. Maar wacht je tijd af. Net als bij ijs, je moet niet te snel het water opgaan, het ijs opgaan. Anders zak je doorheen. Dan heb je helemaal niks. En zo is het ook met liefde. Ga niet te vroeg. En laat het gaan. Dwing het niet af, liefde. Je kunt liefde niet afdwingen. En dan helemaal niet lichamelijke liefde. Het vraagt gevoel. En dat is het mooie van liefde, dat God dat wil geven, dat we op elkaar afgestemd raken, helemaal. Het hart, de ziel, met ons lichaam, dat we helemaal elkaar aanraken, dat we één zijn. Dat hebben we nodig. Dat is heerlijk. Dat is goed. En dat maakt het ook zo krachtig, liefde. Krachtig, omdat het zo mooi is. Maar het is pas mooi als we ook dingen kunnen bewaren. En als we ons eigen lichaam bewaren. Het niet zomaar weggeven aan de eerste en aan de beste. Nee, we mogen erop wachten.
Want liefde, dat is niet zomaar om weg te gooien en helemaal niet je lichaam niet. Nee, liefde, man, vrouw, vriend, vriendin, kwetsbaarheid. Het vraagt soms afwegen, zoeken. Dat je op één level komt, dat je elkaar kan aanspreken, dat je elkaar echt weet te verstaan. Dan is er een diepe, sterke kracht. Net als dat schaatsen van nu. Want nu alles dicht is. En dan is er zo'n krachtige laag ijs. En dan staat er een heerlijke dynamiek. En dan is het goed. Dan is het genieten. Maar genieten vroeg gaan. Niet zomaar roekeloos mee omgaan. Niet met een auto eroverheen rijden. Of met je, weet ik veel. Maar wek het niet op. Dwing het niet af. Want dan anders versta je de kracht niet van liefde. De liefde is kwetsbaar. En dat is denk ik de kracht van liefde. Jezus is er trouwens in voorgegaan. In kwetsbaar liefde. Hij is zo onder de mensen komen wonen. Hij is zo echt geweest. Eerlijk, echt. En dat zie je in alles. Hij laat zijn hart niet dicht, maar hij ontvangt zelfs in de liefde van een prostituee. Van een vrouw die niemand iets van moet hebben, maar Jezus laat haar toe om haar zijn voeten te wassen. En zo zie je dat steeds in Jezus, dat hij mensen toelaat, dichtbij. Hij is kwetsbaar. Maar zo krachtig. Want hij weet een band op te bouwen. Hij wil ook met jou een band opbouwen. Dat je ook eigenlijk als het ware tot hem nadert. Dat je bij hem wil zijn. Dat je stap voor stap naar hem toe komt. Dat je hem ziet als je geliefde. En dan mag je ook mooie woorden voor gebruiken. Dat je zegt, Jezus, u bent mijn geliefde. Ik heb u lief. Ik hou van u. Ik wil zo graag met u leven. Elke dag. Misschien is het mooi om Jezus eens op deze dag een Valentijnsbrief te schrijven. Want dat bedoel ik eerbiedig. Dat je hem gewoon zegt waar je hem dankbaar voor bent. Waar je hem zo om waardeert. En misschien ook dat je een verlangen uitspreekt. Bid. En ik zou je willen vragen, of je single bent, of als je een relatie hebt, dat je dan een liefdesbrief gaat schrijven. De liefde, die is krachtig en kwetsbaar. En omdat het kwetsbaar is, is het belangrijk om te blijven investeren. Van wat heb ik lief? En waar ben ik dan dankbaar om? Net als eigenlijk dat je jaarlijks je auto laat controleren, is het misschien ook mooi om elk jaar gewoon eens een brief te schrijven naar jezelf of naar God of naar je partner. En in die brief zou je kunnen opschrijven wat zo krachtig is aan liefde. Waar je zo dankbaar om bent. Waar je geliefde zo dankbaar om bent. Of je vrienden of vriendinnen of je mensen om je heen. Waar ben je nou zo dankbaar om? Wat is nou zo krachtig in je leven? Waar gaat die krachtige liefde zo doorwerken? En waar zie je God aan het werk in je leven? En waar zie je die liefde van Jezus Christus? Waar word je geraakt? En de tweede, zou het mooi zijn om na te denken over je kwetsbaarheid. Waar vind je het moeilijk om liefde te ontvangen? Waar gaat het soms mis? Wat staat er soms in de weg voor de liefde van God? Of voor de liefde van de mensen om je heen, vrienden, vriendinnen. Wat houd je tegen om zelf kwetsbaar te zijn? Schrijf het eens op. Of bid het eens. En misschien kun je het mooi afsluiten met een verlangen. Naar een verlangen naar God toe. En naar je geliefde. Waar hoop je te zijn? Waar verlang je naar? En omschrijf het verlangen maar. Mooi om dat te doen. En misschien kun je daar ook Hooglied bij lezen op 1 Korinthe 13, een stuk uit Genesis.
Ik hoop dat je helpt. Ik hoop dat je die uitdaging aanneemt. Want waar zijn we voor geboren? We zijn gemaakt en bedoeld om die liefde van God die wij ontvangen hebben in ons hart en ons leven door te laten dringen als een bron van liefde voor anderen. Een goed en liefdevol Valentijn gewenst. Amen. Deep.
Zoals in elke relatie is het goed om je uit te spreken. Gewoon te zeggen wat je waardeert, waar je dankbaar om bent. Maar ook je soms je verlangens uit te spreken. En ik hoop dat het dan wel verlangens zijn die in lijn zijn met goede liefde. En zo is het ook in de relatie met God. Dat je dat ook gewoon voorlegt. Je verlangens. En soms ook afvraagt van, zijn dat uw verlangens? Passen die bij uw liefde? En dat doen we ook nu. Door samen God te danken en ook voorbeter te doen. Vader God, we danken u voor uw onuitsprekelijke liefde dat u lief had voor dat wij er waren. Liefde voor de grondlegging van de wereld. Liefde die is gebleven. Wij danken uw naam voor wie u bent. Dat u een God bent die zich uitstrekt naar ons. En vaak zijn we zo hard, zo verkild en zien we die liefde amper. We helpen ons om zicht te houden op uw liefde. Om in de liefde van u te blijven. Dat we daar liefde en vreugde vinden. Liefde en vreugde die ons leven doortrekt. Onze relaties doortrekt. Dat die ook worden gekenmerkt door liefde die blijft. Die ook soms onvoorwaardelijk is. Vol van geduld. Vol van vriendelijkheid. Vol van... Help ons om in die geest te blijven van u. We vragen u, God, om uw nabijheid, ook in onze relaties die we hebben. In het huwelijk, onze verkering, met goede vrienden, goede vriendinnen. Help ons om die liefde te ondersteunen. Dat we daar in liefde blijven, dat we dat stimuleren, dat we dat steeds zoeken. Help ons zo, God. En wij vragen u om nabijheid in alles. Wat ons wegkomt. Ook soms de zoektocht van goede vriendschappen. Dat soms best moeilijk is. En dat we soms onszelf geven dat we niks terugkrijgen. En dat we soms teleurstellingen meemaken. Maar help ons, heren, om steeds te zoeken naar liefde. En heren, wij hebben geleerd wat liefde is in uw Zoon Jezus Christus. Maar we mogen dat vooral leren doordat u in de liefde van de Vader bent gebleven. En zo kon u van uzelf houden en van andere mensen. En God helpt ons ook om gezond lief te hebben. Dat we vanuit de liefde van u daarvan mogen delen. En help ons daarin om kwetsbaar te zijn. En ook de kracht niet voor weg te rennen. Maar dat we ook juist de kracht waarderen in relaties. Dat we er durven te benoemen en daarvan durven te genieten. Dat we niet wegblijven voor de kracht van relaties. Maar help ons om op te zoeken, zodat we sterker in uw liefde mogen staan. God, zo danken we u voor alles wat u geeft. We danken u voor het heerlijke weer, voor de schepping, voor het ijs, voor de mensen om ons heen, voor de vriendschap en de verlangen naar God dat corona voorbij zal zijn, dat we elkaar weer gewoon konden ontmoeten, met feesten en partijen. En dat we weer in elkaar in de kerk kunnen ontmoeten. Vader, we willen ook danken voor Nicoline Strijmers, dat de revalidatie op gang wordt gezet. We danken u daarvoor. We danken u ook met mevrouw Robbenmond, dat het plekje dat eerder gevonden is, geslonken is. Heren, we danken u met de familie Robbenmond, dat u zo nabij bent. En God, we willen ook danken voor de geboorte. De geboorte van Naara Hadassah. Bij Rosanna en Alejandro. God wil ook danken met de opa en oma, Miranda en Gerard Jan. God wil u ze zegenen. We danken u, God, voor de geboorte en dat u uw leven geeft. Dat u uw leven hebt bewaard. En heren, wij danken u zo om uw trouw. God, zo vragen we u om uw nabijheid. Zegen ons in alles wat we mogen doen. En help ons om de verlangens naar u ook uit te spreken. Dat we vol van verlangen zijn om bij u te zijn. En dat we steeds zoeken naar verdieping. We danken u, God, voor alles wat u gaf en geeft. Houd ons ver van oppervlakkige relaties. Maar help ons om de diepte op te zoeken bij u en bij anderen. Zo leg het bij u neer in de naam van uw Zoon. Jezus Christus, Hij die ons heeft leren bidden met onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Amen. We leggen het in uw handen. Amen. Dat vragen wij en bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
We mogen gaan in de zegen van onze Heer Jezus Christus. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen. Wat heb jij daar? Hallo. Voor meneer en mevrouw de koning. Laat maar zien. Een kaart naar Rostad. Dankjewel. Een eigen gemaakte kaart, hè? En nog een bosje bloemen. Oh, nog. Mooi nog. Dankjewel. Een kaartje, dat is oh, leuk. Dat is leuk. Zelf gemaakt. Nou, hè? Je meent het. Zou ik staan. Wat leuk. Zal ik me eens even openmaken? Dat is even afwachten. Even kijken wat jij gemaakt. Ja. Als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het waterval, is Jezus liefde voor jou.